Je hebt er misschien al wel eens reclame voor gezien: solid shampoo bars. Dat is eigenlijk shampoo, maar het ziet eruit zoals een klassieke zeep die je op het toilet hebt liggen of eventueel in de badkamer. Wij hebben die dingen getest, 13 stuks in totaal. Een aantal goedkope merken, maar ook een aantal duurdere. En we zijn eens nagegaan of de claims die eraan verbonden worden, of die wel kloppen. Anne is er komen bij zitten. Dag Anne. Hallo. Jij bent onze, onze gezondheidsexperte. Uh, vertel eens, hoe moet je dat eigenlijk gebruiken, zo'n uh, zo zeep in vaste vorm? Ja, wel, eigenlijk moet je dat gebruiken als een gewone vloeibare shampoo. Je moet gewoon zorgen dat het nat wordt, nat wordt gemaakt en dat je het op je haar kan aanbrengen en dan je gewoon je haar wassen. Belangrijk is, als je ermee klaar bent, dat je dat op een uh, zeephoudertje plaatst, ofwel in een doosje apart, afgesloten, zodat het niet onderhevig is aan druppels van de douche. De marketing van die producten die wil ons eigenlijk drie dingen doen geloven. Eén dat ze langer meegaan dan een klassieke shampoo in een plastic fles. Twee, dat ze goedkoper zijn. En drie, dat ze beter zijn voor het milieu. Uh, Laten we eens beginnen met die eerste claim. Gaan die vaste shampoos langer mee dan een klassieke shampoo? Nee, dat is eigenlijk helaas een verkoopspraatje. Op de verpakkingen vind je vaak terug dat zo'n één solid shampoo bar overeenkomt met uh, twee flessen vloeibare shampoo. Maar dat klopt dus niet. Namelijk uh, vijf van de dertien doen het net iets meer dan één fles en de rest doet het evenveel of zelfs uh, minder. Minder, oké. Okay. Uh, ja, de tweede claim dan uh, kan ik besparen als ik zo'n vaste shampoo koop. Ook dat hebben we nagekeken. We hebben namelijk de prijs bekeken van uh, de vaste shampoos ten opzichte van de vloeibare shampoos binnen hetzelfde merk. En wat blijkt dat de meeste wel twee keer zo duur zijn en zelfs eentje is vier keer zo duur. Oké, okay, dus ook al duurder. Blijft nog over, beter voor het milieu. Zijn die dingen beter voor het milieu? Ja, dat is het wel. Omdat zo'n vaste shampoobar eigenlijk tijdens de productie weinig water nodig heeft. Dus dat is al beter. Uh, ze zijn ook veel compacter, waardoor ze gemakkelijker zijn in het transport. Ze bevatten eigenlijk bijna geen of zelfs minder bewaarmiddelen. Wat ook goed is dat die minder vervuilende producten in het milieu ze zijn verpakt in een kartonnen verpakking, wat ook beter is dan de vloeibare eh, shampoos. Dus het is ook zo dat eigenlijk in die test van die dertien shampoos, er zelfs vier eh, het green label eco en efficiënt hebben gekregen bij testenko. Wat, wat voor een label is dat eigenlijk? Wel dat is eigenlijk een label, label dat je krijgt als je eh, een product hebt dat kwalitatief zeer goed is, ja. maar ook voor het milieu zeer goed is. Oké. Okay. Maar één ding moet ik wel zeggen. Het is een milieuvriendelijk product, maar als je eigenlijk heel lang onder de douche staat, dan ga je natuurlijk wel veel water verspillen, wat ook niet goed is ja, voor het milieu. Dan doe je dat niet, dat effect. Samengevat, wil je besparen, dan zijn die vaste shampoos geen goed idee. Wil je daarentegen goed doen voor het milieu, dan kan je ze zeker wel overwegen. Wil je alle resultaten van onze testjes rustig nalezen, klik dan op deze link.